vliegt altijd open. Ja, dat is omdat dat slot kapot is, hè? Ja, het is daarom dat ik hier ben, Sjaan. Kun je dat maken? Meneer Verachtert, DDT-kijkers kan alles maken. Goed. Wanneer is dat klaar? Momentje, we zijn nu zaterdag, hè? Tegen eind van de week moet dat gaan. Dat is toch wel erg tegenwoordig. Hè? Garagisten die werken allemaal even traag. Ben je al 3 jaar bij Van Roost, is altijd hetzelfde probleem. Kende jij mijn bedrijf? Nee, nee. Wel, ik heb 7 zonen. 7? En je hebt het allemaal alleen. En die 7 zonen die rijden allemaal met zo'n camionetje. Amai. En Van Roost vindt nooit tijd om eraan te werken. Dat is toch erg. Ik heb me nog een horen vertellen over die Van Roost. Hè? Ja. Ze zijn allemaal hetzelfde. Oh, oh, behalve DDT ook kaars. Die geeft nu een snelle service tegen prijzen buiten alle concurrentie. Daar heb ik nog niet veel van gemerkt. Wat zijn we nu? Zaterdag, hè? En wel tegen maandag is dat klaar. Maandag? Ja. Nou, dat is pas service. Bij DDT, alles oké. Bon, bon. Dan kom ik in het vervolg hier met mijn camionetjes, hè? Ik ga het niet beklagen, meneer Verachter. Jij zei toch te vertrouwen, hè? Enorm. Bon, tot maandag, hè, meneer de Tremmer. De Tremmerie. De Tremmerie? Ja. Dit vitaminepreparaat kan niet door onze sportclub worden gebruikt, aangezien het verboden producten bevat. Verboden producten? Zeg nog al. Tja, je hebt iets laten vallen. Nee, 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 nee. Toch wel, daar? Ja, dat is... Ja, dat, ja, dat. Ja, dat is een nieuw product. Huh? Ja, om eruit te kassen. Voilà. Voilà. Oei. Ze is nogal brol, hè? Ja. Ja, wat is het bij u? Ja, je kunt misschien best uw ramen openzetten. Wij gaan voetballen. Ja. Zie dat je die van u maar niet uitschot. Polken van Nimst. Nee, 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 onkel. We zullen goed mikken. Ja, pardon, service. Oh, nu is dat helemaal niet voor u. Sorry. Ik denk niet, maar we hebben een pot toe. Maar ik zie je al. Voorzitter. Voorzitter. Hoe is het, papa? Opleppen? Zoals jij, voorzitter. Wat mag ik u voorstellen, Veronique? Zij ontwerpt mijn affiche van mijn nieuwe worst, de Boba Spur. Ze gaat foto's van u nemen tijdens de match, dus doe een beetje uw best, hè? Markske, je hebt het gehoord, hè? Pardon? Xavier, laat mijn Mark met rust. Bon, wat gaat u drinken? Veronique? Een waterje. Ja, waterje betaal ik niet. Drink eens met vuur, dat je een beetje in vorm komt. Ik ben in vorm om foto's te maken. Jij bent precies die fotogeniek genoeg, meneer Boma. Allee, Mieke, doe ze nog eens vol. Xavier, ja. Ik kan u al niet meer volgen. Een watertje. Mannetjes, pas iets op, pas iets op. En, wat vind je ervan? Van wat? Van mijn nieuw dupjeske van bij Gerardo. Bij Gerard, vinden ze. Carmen, die mens heeft alleen exclusieve merken. Armani en Kenzo en Chanel, ja. Schijnt dat ze daar alleen Koreaanse namaak verkopen. Schijnt dat dat alleen jaloerse vrouwen zijn die dat zeggen. En trouwens, ik heb nu geen tijd voor uw roddel. Want ik ga wippen bij ons Madeleine. Mag ik niet meegaan, Pascalke? Jij kunt niet kaarten. Zeg, gaat jij nu kaarten met al dat volk in het café? Oh, zeg, dan geraken we hier nooit aan een pint. Allee, bon, maar even dan maar, hè. Ah. Ja. Wat ik allemaal voor u doe, hè. Jij verzorgt ons fantastisch, Pascalke. Ja, precies een club met haar kiekjes. Ja, oh, bedankt voor het compliment. Allee, dat is toch lief, Pascalke, al die kiekjes die achter u lopen. Tak, 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 tak. Pascalke, maak nog een pintje. Oh, ik heb een watertje. Maar dat is rap. Ja, dat is niet voor u. Laat het maar zeggen, Pascalke. Je zegt het schoonste kiekje van allemaal. Het schoonste madame van allemaal. Allemaal de madame van de kampioenen, natuurlijk. Bon. Xavier, ik wil een groeimatch zien, hè? Ja, maar je moet de mensen doen geloven dat mijn Boba Spur een worst is voor winnaars. Ja, ik kan geen mirakels doen, hè. Ik ben een trainer, geen een tovenaar. Ja! Stomme nezel. Beetje beleefd tegen ons, Marks, hè, Pascalke? Zeg, ik heb het tegen u. Ja,
tegen u allemaal. Met je stomme voetbal ook altijd. Mijn café is altijd vuil. Ik heb geen minuut rust. En voilà, nu mijn dupjesken om zeep. Zeg, al die trammeland voor wat brol uit Korea. Als ik eraan denk wat ik allemaal voor u doe, hè. Allemaal om u plezier te doen. En wat is mijn dank? Heel mijn dupjesken naar de knoppen. Oh, bier maakt toch geen vlekken. Dat zegt ons Carmen toch altijd? Buiten, allemaal. En rap. Buiten. Knok me. Ja, kom, kom, kom. En niks te maken, allemaal buiten. Oh, zo'n spel voor een beetje bier. Het zal wel overgaan, hè. Het is waarschijnlijk een beetje overspannen. Een beetje zot, ja. Zeg, wat zij allemaal doet om onze plezier te doen. Zeg. Gezondheid en dat je vandaag mocht winnen. Pascal. Ja, school. Praline van Pascal. Ja, daarom was die zo kwaad. Dat maken we straks wel weer goed, hè. Allee, mannen. Neem dan al een pruim. Ik kreeg je om. Met Pascal en Praline zullen we zeker winnen. Hola, mannen. Huh? Er zit hier een vies beest. De afloop. De toiletten zijn langs daar, hè? De afloop van het toilet was verstopt. Oeh, en ik wist daar niks van. En ja, wat is nu weer gemaakt, hè? Het is wel servies, hè? Ah, jij ook een pralineke, Dimitri? Nee, nee. Het zijn er met chocolat. Een kleine prestatie leveren voor de sponsor, hè? Kom, allemaal proeven van de enige echte Anderhals de Bambamars. Moet dat nu echt, voorzitter? Ja, Xavier, dat moet nu echt. Allee, mannen, vooruit. Etenstijd. Wat mooi je dat, hè? Ja. Zet u een keer mooi op orde. Je hebt twee rijen. Kom, Veronique, zet je klaar met je dappa-rij? Ja, ja. En ja, een beetje meer enthousiasme, hè? Ja, maar je moet laten zien dat de Boba Spoor alle ingrediënten bevat die de topatleet nodig heeft, hè? Ja, ja, dat is juist. En als je doodvalt, hè, dan weet het tenminste van wat. Ja, Veronique. Paul, ik denk dat ik moet overgeven. Maar ik wacht met op na de wedstrijd, hè. Hier, mannen. Hop, Harry. En kwak. Harry, hop. En kwak. Hier, Paul. Om de slechte smaak door te spoelen. Hier, Markske. Als je dat leeg drinkt, dan zijn die worst direct vergeten. Xavier, wat is dat? Toch geen jenever? Nee, voorzitter. Dat zijn vitamine op basis van exotische kruiden. Uit het zoniumwoud. Dat vind ik dat. Nee, dat is voor niks nodig. Met een Boba Spoor bevat al exotische kruiden. En als je wilt weten waarom, die vraagt het dan maar aan mijn tante. Zeg, kalm, hè. Lichtmeterke van mijn voeten. Allee, shit. Jaag hem. Mark, de bal. Bakken, de bal. Ja!
met de dopingsinspectie? Ah. Ik zou een geval willen melden van acute doping. Ja. Wie ik ben? Iemand die het goed meent met het voetbal. Markske, hoe heb je dat gedaan? Oh, ik weet het niet. Ik zag die bal. Ik zweefde door de lucht en voor ik het wist had ik hem. Zeg, je waren in ieder geval fantastisch. Ah! En dat allemaal dankzij mijn Boba Spar, hè? Dit is een sausies die niet te kloppen is. Zeg, en heb je mijn bal gezien? 3 goals in 10 minuten. Oh. Hey, een echte hat-trick, hè, voorzitter. Ah, ja. En dag. Ik heb hier vandaag grote klassen gezien op dat veld. Hè. Mieke, toen is je daar. Excuseer, wie is hier de verantwoordelijke van de kampioenen? Jan. Ah. Ik kan eruit. En ik ben fier om voorzitter te kunnen zijn van zo'n kampioenen die dankzij mij de Boba Spar... Ja. Wij zijn van de dopingscontrole. Ja. Die dankzij mij de Boba... Jij. Allemaal plassen. Ja. Dopingscontrole? Hier, met de kampioenen. Waarom niet? Wij zijn toch maar amateurs? Ik zei plassen. Allee, mannetjes, je hebt toch niks te verbergen, hè? Natuurlijk hebben mijn spelers niks te verbergen. En de voorzitter ook niet. Of moet je van mij ook een staaltje hebben, meneer de dokter? Allee, kom, pak eens een fles. Speelt jij ook nog? Alleen met de vrouw. Ja. En daarvoor moet hem niet opgepept worden. Plassen. Ah, Veronique, la soleil de ma vie. Ik heb uw affiche bij, meneer Boma. Ja, laat een keer zien wat je eruit zet. Voilà. Oh, met een Boma Spar breek je elk record. Veronique, je bent fantastiek. Kom. Ik heb iets laten vallen. Ah, merci. Bon, wacht even, voorzitter. Dat je op doping en ander. En er is gebleken dat de onderzochte personen positief bevonden zijn. Tja. De club heeft in de kampioenen wordt de gevolgen hiervan met onmiddellijke ingang geschorst. Geschorst? Wegens doping? Bij gedacht. Ik wil mij niet moeien, meneer Boma, maar dat gaat uw campagne wel in de problemen brengen. Hoe bedoelt je? Ja, heel het concept van Boma Sport is gebaseerd op gezondheid. En als blijkt dat uw spelers doping gebruiken, kunnen we sportworst alleen op hun hondenvoer draaien. Oh, dat is incroyable, hè? Allee, Veronique, wat moet ik nu doen? Ja, je hebt niet veel keus. Of je laat de ploeg vallen, of je stopt met de campagne. Ja, dan laat ik de ploeg vallen, hè, zeg. Wat denken die doorgeslaafden wel? Wat wil je nu? Een spek of een lekstok? Ik weet niet. Wanneer weet het dan wel? Binnen een half uur of zo? Ik weet niet. Ja, allez, bekijk het nog eens goed en zie dat je het ze biedt weet, hè? Oh. Hallo? Carmen, een keer. Geef Xavier een keer. Ja, dat zal niet gaan. Waarom niet, hè? Ja, omdat hem er niet is, tja. Jawel, je kunt hem zeggen dat de kampioenen geschorst zijn wegens doping. En dat ik met zo'n bende gedrogeerde niks meer wil te maken hebben. Ik verkoop er een heleboel. En daarmee basta. Doping? Hallo? Zee, wat heeft mijn ventje nu weer uitgestoken? Allee, weet het nu, Bekan? Nee. Maar ik weet het wel. Allee, vooruit, hopla. Maar ik wil toch liever een lekstok. Te laat! Radio Hallo Nieuwsflash. De spelers van FC De Kampioenen, de voetbalploeg gesponsord door Boma Vleesindustries NV, zijn betrapt op het gebruik van doping. Daarom zijn ze met onmiddellijke ingang geschorst in de lopende competitie. Straks nog veel meer. Maar ja, ik heb het hier juist gehoord op de radio. Maar ik kan dat niet geloven. Geloof het maar. En geloof ook maar dat Boma het veld wil verkopen. Serieus? Aan wie? Ja, aan wie denkt u? Boma kan elk moment bellen, hè? En jij moet ervoor zorgen dat hij Dimitri niet aan de lijn krijgt. Hè? Ja, je kunt erop rekenen.
Ja, ja, dat komt in orde. Ik zal ervoor zorgen. Ja, bedankt voor het bellen. Dag. Was dat van mij? Nee. Nee, dat was een tevreden klant. Een tevreden klant? Serieus? Ja. En wie? Ah, hij wilde anoniem blijven. Hallo, DDT, oké, Kaars, goedemorgen. Ja, Dora, geef mij DDT, zijn dat maar rap. Wat blief? Hoe durfde jij? Jij moest u schamen, gij! Verkeerd verbonden. Huh? Hallo, DDT, oké, Kaars, goedemorgen. Zeg maar, niet dat daar een flauwekul gesprekje tegen Balthazar Boma, hè? Is dat nu gedaan met die viezigheden? Als jij nog één keer belt, hè, dan verwittig ik de politie. Ben je verkeerd verbonden? Die smerige heigers, hè? Goh. Nee, nee, Toontje. Ik zal die vieze zijn vet wel eens geven. Luister, een vetzakskind. Je kunt zien dat je mijn secretaresse met rust laat, of ik zal u eens laten kennis maken met mijn Engelse sleutel. Verstaan? Seksmajakskind. Markske, niet flauw doen. Ik kan dat niet tegen, Bieke. Je bent toch een man, hè? Ja. Al wel dan? Je gaat zien dat gaat deugd doen. Ha! Markske. Waar is Pascal? Wat gebeurt er? Pascal moet onmiddellijk naar Boma. En wat moet hij daar gaan doen? Ja. Pascal moet Boma weer eens gaan verleiden. Al niks van. Daar komt alleen maar miserie van. We zitten nu al met miserie. Boma wil het veld verkopen. Ja, en echt deze keer, hè? En waarom nu weer? Omdat de kampioenen doping gebruiken, daarom. Ja. Doping? Ja. Maar dat kan toch niet? Ja, toch wel. En het zijn alleen de charmes van Pascal die hem kunnen tegenhouden, hè, Bieke? De charmes van Pascal. Ah, wel, daar komt niks van in huis. Als iemand Boma moet gaan verleiden, hè, kunt jij dat toch ook? Ja, natuurlijk kan ik dat. Maar Boma is mijn type niet. En daarbij zie ik haar toch niet aanpappen met mijn eigen baas, zeker? Boma is ons maar type ook niet. Maar zij is zijn type! Allee, ik kan dan nog altijd niet geloven dat de kampioenen doping pakken. Maar nee, wij hebben geen doping gepakt. Allee, toch niet dat we het zelf weten? Maar, zelfs Marske was positief. Ja, ja. Ah ja? Oh. Boma? Dan moet je te weten komen wie u dat gegeven heeft en de zaak is opgelost. Ja. Maar dan moet ons ma zich toch niet voor opofferen? Zeg gerust, Bieke, voor ons ma is dat geen opoffering, hè? Ja, dat zegt jij. Ja. Goed, wat heb je gegeten en gedronken voor de match? Ah ja, we hebben een kruidenjenever van Xavier gedronken, ja. Ah. Oh, ja, maar nee, daar zat niks in dat kwaad kan. Dat waren allemaal heel gezonde kruiden. Ja, ja, dat zult jij wel zeggen. Ah ja, het is toch zo dat een trainer kon ophoepelen, hè, als die match niet gewonnen werd? Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat ik... Zeg, puberke, wat wilde jij daarmee insinueren? Carmen, ik probeer alleen maar logisch te denken. Ah, maar dat kan niet. Want ik heb niet van die jenever gedronken. Ik mag dat niet. Voilà, onze Xavier heeft daar niets mee te maken. Melkmuil. Tuurlijk niet. Ik heb dat ook alleen maar gegeven om die slechte smaak van die worst door te spoelen. Oh. Maar die Boma sportworst... Huh? Oh, de smeerlap! Wat? Allee, waar wachten we nu nog op? Huh? Ja, nu heb je ons ma niet meer nodig, zeker? Hè? Nee, zeg maar dat ze zich nog maar wat inhoudt. Allee, kom! Ja, kom. Markske, jij hebt ons leven gered. Allee. Ah! Voilà. Meneer Boma, ik dacht dat wij een werklunch gingen houden. Ah, wel. Ik koppel altijd het nuttige aan het aangename. En dit is het nuttige en jij zijt het aangename. Als we ons op de reclamecampagne zouden kunnen concentreren. Een moment, een moment. Je kunt u maar pas goed concentreren met champagne. Nee, dank u. Ik moet nog rijden. Allee, 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 allee. Kom, hè. Laat u maar een keer lekker gaan. U zit, meneer is champagne aan het drinken op onze ondergang. Bandiet! Ja, zeg meneer Boma. Carmen, ik heb gezegd dat ik met de kampioenen niks meer te maken wil hebben. Nee, voorzitter, zo gemakkelijk komt u er niet vanaf. Nee. Eerst van alles in uw worst te draaien. En dan de spelers dat verplicht doen opeten. En dan naar de dopingcontrole bellen, hè? Ja. Waterslagers, die doping is zeker naar uw kop gestegen, jongen. Dat kan niet zeker, hè? De grote truc om van de kampioenen af te geraken en uw handen in onschuld te wassen. Ja, ik dacht dat je alleen trucjes uithaalde met uw vrouwen, maar toch niet met uw vrienden. Maar wat met de kikers? Zie je niet dat je ons stoort? Met fantasiekers?
Ik heb daar geen last van. Kun jij je onschuld bewijzen? Ja. Waterslagers, luister eens goed. Hè. Als ik start met een reclamecampagne om bij de nieuwe worst te lanceren, dan ga ik daar toch zelf geen verboden producten in draaien bij gedacht. Ja, als je het zo bekijkt. Ik zal u zelfs meer zeggen, waterslagers. Ja? Jij bent u met jenever vol vitamine. Die kruidenjenever van onze Xavier heeft daar niks mee te maken. Dat is trouwens al bewezen. Als die kruidenjenever niet is en uw worst zou het ook niet zijn. Ja, maar wat blijft er dan nog over? Ja. Alleen de praline van Pascal. Huh? Ja, maar jij denkt toch niet... Ja, luister, zolang dat het tegendeel niet bewezen is, dan zijn de spelers schuldig, hè. En daarmee basta. Als wij kunnen bewijzen dat we onschuldig zijn, trekt je dan uw beslissing in? Ja. Maar dan moet het bewijs geleverd zijn voor 1 uur, want dan ben ik bij DDT om de verkoop te regelen. Maar dan hebben wij maar 1,5 uur om die zaak op te lossen. Ja. Dat heb je goed gezien, papa. En daar is nu al 1 minuut van voorbij. Ja, kom aan. Ja, kom aan. Ja. Allee, kom aan. Allee. Hoor. Waar waren wij gebleven? Eerst de champagne. En dan labo. Meneer Boma. Ik heb een vaste vriend. Niks van aantrekken, Masserie. Ik zal het hem niet zeggen. En hij is zwarte gordel karate en heel jaloers. Bon, de reclameteksten. Dat is niet juist, het doodje. Dat moeten geen 6 werkuren zijn, maar 2, hè? Ja, maar ik moet toch altijd de helft van de uren bijtellen. En je hebt 4 uur aan de auto van meneer Verachtert gewerkt, dus... Ja, maar dat is voor normale klanten, hè? Je moet er 2 aftrekken. Waarom? Ah, omdat Verachtert een nieuwe vette klant is. Die moet denken dat ik een snelle service geef. Hè? En de volgende keer doe ik er iets bij, zodat hij gelijk is aan iedereen. De dag dat jij tegen de lamp gaat lopen, hè, Dimitri. Amai. Oh. Stop! Zie je open doen. Maar ik moet toch een nieuwe factuur maken? Daar zit de baas in. De baas? Ah! Oh. Ik zal die maas wel vangen. Ga maar billetje gaan halen. Ja, zijt je wel zeker? Want het is nog maar 10 voor 12, hè? Heel zeker. En ik zal er niks aftrekken voor die 10 minuten. Als je straks 10 minuten langer blijft. Oh, God. Ah! Meneer Verachtert. Oh. Meneer Verachtert, je zei vroeg, ik moet nog... Meneer De Tremmeren, ik verzeker u dat ik uw secretaresse nooit heb lastiggevallen. Schoon voor u, hè. Zeg, mijn auto is toch niet helemaal klaar? Ja, daar kom ik niet voor. Ik ben... een retourzending van een vitaminepreparaat kwijtgespeeld. Heb jij dat soms gevonden? Ik heb dat kartonnetje niet gevonden. Kartonnetje? Hoe weet jij dat dat in een kartonnetje zit? Ja, alle retourzendingen zitten in een kartonnetje, hè? Ah ja? Ja. Ah, misschien heeft hij van uw 7 zonen, hè? Ja, ja, dat zal dan wel zo zijn. Nou, je komt straks met een auto halen. Ja, en er zal picobello in orde zijn, hè? Hé? Da-da. Hé? Ha, daar! Ah, het bewijs! We zitten er zelfs nog een paar in. Ja, wat gaan we nu doen? Zal ik ze wel eens onder handen nemen? Van vrouw tot vrouw. Ja. Wacht! Ja. We moeten dat slim aanpakken. Als je gaat overdonderen, dan gaan ze alles ontkennen en dan staan wij nog nergens. Ja, ja. Hoe wilt je dan dat we dat doen? We gaan aan Pascal vragen of ze goesting heeft in een praline. Pascal heeft altijd goesting in een praline. Behalve als er iets in zit wat er normaal niet in zit. Ja. Ah. Kom, geef maar hier. Ja. Dat is een job voor een vrouw met feeling. Ah, kom. Dat had je niet gedacht, hè? Van uw goede vriend Balthazar. Bieke, denk nu toch eens 2 minuten na. Balthazar gaat zijn eigen ploeg toch niet drogeren? Maak, als je mij niet gelooft, vraag het dan aan Mark. Mark? Ja, ja, het is waar, ma. Jij gaat mij toch niet vertellen dat jij ook positief waart? Ja. Voilà. Ja, dat had ik van u nu niet gedacht. Jij als toekomstige dokter. Oh. Ja, je zou beter moeten weten. Foei. Ja, maar... Pralineke, Pascalleke? Nee, merci, Carmen. Ik heb geen goesting. Mannen, heb je het gehoord? Ze wil niet. En waarom niet? Omdat ik soep aan het eten ben, ja. Nee. Omdat ze vergiftigd zijn, daarom. Vergiftigd? Ja. Ja, elke speler heeft van die pralines gegeten en elke speler is positief. Ja, maar dat kwam toch door Boma zijn worst? Nee, Bieke. Boma zijn worst is in orde. Het product zit in deze praline. Ja, en die pralines zijn van Pascal. Oh, van mij? Ja. Zo'n goedkope praline koop ik niet, zelfs nog niet om weg te geven. Ah, nee? Wat staat er dan op dat kaartje dat je vandaag mag winnen, Pascal? Ja, Luma. Je staat hem in mijn mond vol tanden, hè?
Ja, maar zo'n lelijke krabbel, dat is niet van mij. Zeg, en je moogt mee een deeg, je kunt me nogal affronteren. Maar het is niet waar, dat is van onkel Dimitri. We hadden het kunnen weten, hè? Eindelijk. Pascal is niet slim genoeg om zoiets te bedenken. Ja. Ah, hier is de dader, zie. Dat is je privé, hè? Wat heb je er achter uw rug, hè? Niks? Nee. In uw hand. Niks? Die andere hand. Voilà. Ja. En willen we nu weer rust laten? Moedwillige aard, laat dat zien. Geef blijf daaraf, zeg ik. Blijf daaraf, verdekken, hier, zeg ik. Maar dat is van mij. Ja, wel, dat is van mij, achter het, hè? Waar heb jij dat gevonden, meneer de Tremmery? Ergens. Het was heel goed verstopt. Zeg, we benauwd, dus klagen ze het mobiele vertrekken, zeker? Dat blijft hier bewijsmateriaal tegen dat hij een dokter van de inspectie komt. Ja. Blijf daaraf, zeg ik. Dit is inderdaad het product wat ik bij de spelers heb aangetroffen. Van wie is deze fles? Van meneer Van Achter, hè? Van meneer de Tremmery. Wil dat zeggen dat u dat product hebt Wat heeft dat te betekenen, meneer de Tremmery? Dat is een grapje, hè? Jij hebt dus de kampioenen dit product toegediend. Oh, een klein beetje, hè? Maar dat verandert de zaak, hè? Wat, hè? Meneer de Tremmery, het zal van deze heren afhangen of er een klacht tegen u wordt ingediend. Goeiedag. Ja, maar, hallo. Met meneer. Ik dacht dat jij te vertrouwen waard. Dan kan ik even goed bij Van Roos blijven, hè? Ik ga dat wel uitleggen. Dat was maar om te lachen, hè? Zeg, ik ga me toch geen proces aan doen, hè? Vrienden? Vrienden? Ja, zeg, vergeet niet dat je dankzij mij een match hebt gewonnen. Ja, wat denk je, vrienden? Gaan we klacht indienen? Tja, dat is een moeilijk geval, hè? Ja. Allee, Polleke. Ja, hè? Allee, ik zou vieren, zeg. Allee, het is goed. We zullen geen klacht indienen. Maar alleen omdat je mijn onkel zei, hè? Oh, merci. Dat zal ik nooit vergeten, hè? Ja, oké. Okay. Begin maar al uw garage te kuisen. En uw administratie in orde te brengen. Waarom? Ja, ik heb met een milieuinspectie gebeld en die komen eens zien of jij je wel aan de normen houdt, hè? Ja. En ik naar de belastingsinspectie. Wat bleef? En ik naar de BTW-inspectie. En die waren heel vriendelijk en heel curieus. Hola, receptie. Voorzitter, je bent voor niks gekomen. Hè? De verkoop gaat niet door. Hoe de verkoop gaat niet door? Pralineke Dimitrieke. Zotgaia!